Oké. Goed. Vuurwapen. Er wordt dus op dit moment een iemand ontvoerd. En er wordt ook geschoten. Er is mogelijk een moord gepleegd hier. Om het hoekje. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA5 LSPD UVMOR. En vandaag ga ik op pad met de B-klasse, met Wim. We gaan snel zitten, want het weer wat ik hier op mijn beeldscherm zie, dat zie ik ook buiten als ik het raam uit kijk. Wat een irritant weer is het vandaag. En dan, ja, dan benoem ik het nog netjes. Vandaar met de B-klasse, we doen even voertuigcontrole. Die had ik geloof ik later ook al gedaan, ik weet alleen niet meer. En het leuke is, ik heb de sirene een beetje aangepast, waardoor de B-klasse dus met de juiste sirene rijdt, maar hij klopt niet. Dat weet ik, hij is iets te langzaam. En de versneller is gewoon de normale politie sirene, dus wat je eigenlijk gaat zien, dat als ik de versneller eens aanzet, ik ga het eigenlijk proberen niet te doen, maar soms doe ik dat gewoon per ongeluk, ga je zien tot het gewoon, what the fuck the end. Ga je zien dat het de gewone politie sirene is. En tot er ook wat verschil zit qua sterkte, qua geluid. Dit voertuig is stopteken gegeven. Die mag namelijk even gaan blazen, want die knalt gewoon op mijn auto. Achterop deze mevrouw. Oké, je moet altijd even kijken voordat je zomaar nadert. Misschien wordt er wel gezocht of zo. Dat is opeens een heel ander verhaal. We gaan een rijbewijs zien. Ja, 1990 en zo'n snelle auto zo te zien. Netjes, goed. Heeft hij toevallig iets gedronken? Heeft hij drugs genomen? Want de reden dat ik aan de kant zit is het rijden tegen mijn dienstvoer te gaan. En het eigenlijk wel doorrijden. Dus dat vind ik nog wel bijzonder. Ik wil even blazen tot ik stop zeg. Oké, maar even het speekseltest nog afnemen. Oké, goed, nou dan vullen wij even wat schadepapieren in. Blablabla. Zo, poef, schadepapieren ingevuld. En kan ik dan nog een bekeuring geven? Nee, ik laat het bij een waarschuwing. Ik kan zeggen roekeloos rijgedrag, maar daar heb ik geen zin in. Alles ingevuld en de B-klasse die kan later worden gemaakt. Dan gaan we door. We hebben een melding, iemand die probeert brand te stichten. Op de snelweg. Prioriteit 2, oké. Okay. Nee, dacht het de laatste ook al. We moeten goed kijken. Nee, dit is wel echt op de snelweg. Hoe gaan we die het beste naderen? Die moeten we via hier gaan naderen. En nee, ik wil niet. Ik moet hier gewoon de snelweg op zien te komen. Zo. Hier de snelweg op. En dan zo hier de snelweg af. En dan komen we hem hier tegen. Of we moeten hem hier opwachten. Maar dat gaat mij iets te lang duren waarschijnlijk. Want hij zal wel te voet zijn. Het is wel een flink stuk omrijden dan. Oh, het is hier rood, rechtsvrij. We maken gebruik van onze vrijstemming. Het is een prio 2 vrijstelling. Maar het zal nog een heterdaad zijn, dus ik vind het bijzonder dat het een prio 2 is. Of ja, ik maak gewoon van code 2 is prio 2. Code 3 is dan wel prio 1 in Amerika. Zo. Oh, dat scheelde heel weinig. Dus we rijden met vrijstelling richting iemand die dus brand probeert te stichten op de snelweg. Zou daar rondlopen ook. En een persoon die loopt, oh sorry auto. Een persoon die zit te lopen op de snelweg. Lijkt me sowieso wel een prio 1 melding. Maar goed, ik bemoei me niet. Hier staan auto's stil, ik weet niet waarom, maar goed.
En hier is de truck. Heel druk. Ja, daar zijn we weer. De meldingen. De meldingen werd verplaatst, om het maar zo even te noemen. En met verplaatst bedoel ik, hij werd opeens op een andere locatie gezet, en namelijk hier. En daar loopt iemand inderdaad. Die heeft ons natuurlijk nu ook gezien. Maar we gaan dus snel naar de ingang van de golfbaan. Maar dus de melding kwam van ging van snelweg richting golfbaan. Misschien door miscommunicatie, misschien heeft de persoon zich inmiddels verplaatst. Maar we zijn dus nu onderweg naar de persoon die daar inderdaad met een jerrycan op de golfbaan rondloopt. En mogelijk daar dus een brandje gaat stichten. Ik geef hem weinig hoop met het weer trouwens. We gaan niet de hele golfbaan slopen door met een auto eroverheen te rijden. Daar zal niemand blij mee worden. Dus we pakken gewoon lekker een golfkarretje. En die dingen zijn geloof ik best nog snel ook. Nou, hij valt toch wel mee. We gaan eens kijken bij onze verdachte. Die zal wel verbaasd zijn tot we zo aankomen. Wow, yo, dikke drift. Oh nee. Gaat goed, gaat goed. Dat ding gaat toch 80 km per uur hoor. Kun je echt wel mee de snelweg op. Goedendag, hoi. Hoi, ben Wim, politie. En jij bent. Oké, waar ga je heen? Ik ga naar een vriends huis. Oké, mag ik vragen wat je daar gaat doen? Nou, hij heeft me echt heel pissig gemaakt. Hij heeft iets met mijn vriendin violated. Hij heeft mijn vriendin lastig gevallen, dus ik ga zijn huis plat branden. Oké, goed. Vuurwapen. Wapen laten vallen. Noodknop. Oh shit. Dekking zoeken, dekking. Waar zoeken we dekking? Achter deze boom. 12:05, ik ben onderweg. Verdachte niet in het zicht, waarschijnlijk uitgeschakeld door ons. We naderen. Waarschijnlijk in de water gevallen. En hij waarschijnlijk achter de struikje. Geen verdachte inzicht, geen verdachte inzicht. Nou, daar rekenen we mee dat hij misschien gevlucht is. Of hij ligt in de water. Zo te zien ligt de verdachte in de water. Wapensbergen, verdachte uitschakeld. Hey, een ambu-motor. Hoe kan dat nou? Hoi. Dus ben ik geraakt? Ja, ik ben zeker geraakt. Maar waar? Zo te zien in mijn arm hier zo. En in mijn vest. Mooi, dat zouden we wel overleefd hebben. Oh, er komt nog een T5 aan. Twee T5's die hebben een motor aangereden. Lekker man. Maar die komen altijd met 20 man uit zijn busje aan. Hoi. Maar goed. Beter te veel man dan te weinig. Nee, we gaan ook niet zijn ambulance vragen of deze beste meneer. We gaan ook geen begrafenisondernemer vragen. Normaal rond ik het natuurlijk netjes af door eerst nog een ambulance te laten komen en dan nog een begrafenisondernemer. Maar nu ligt hij in het water, dus ik weet niet of dat script dan denkt van shit, we moeten in het water. En dan gaat iedereen in het water en dan gaan ze dood en dan blijf je bezig. Dus ik laat het even zo. Wij gaan snel terug naar onze B-klasse met 100 km per uur. En dan gaan wij door met onze dienst. Daar reed geloof ik een gestolen voertuig voorbij. Neem maar even driften. Oh, meertje. Hoppakee. Vanavond, voor mij vanavond, voor jullie vorige week of zo. Nee, even denken, voor jullie is dat 3 dagen terug geloof ik. Zaterdagavond in ieder geval. Ben ik naar Captain Marvel of zoiets geweest. En in 4DX. Ik ben benieuwd hoe dat is. Dat zou dus betekenen dat je echt in een stoel zit. En die stoel die beweegt. Je krijgt water in je gezicht. Je krijgt wind in je gezicht geloof ik. En het is natuurlijk 3D qua beeld. Ja,
mij lijkt het super tof. Dus ik kan jullie niet zeggen hoe ik het heb ervaren. Ook al als jullie de video kijken heb ik het al meegemaakt. Maar dus ja, wie weet. Als de video online staat dan kan ik het jullie wel zeggen in de comments. Als ik eraan denk. Maar ik denk dat het wel super tof gaat worden. Maar heel die Captain Marvel ken ik helemaal niet. En is geloof ik een nieuwe superheld. Een of andere vrouwelijke. En ik moet jullie eerlijk bekennen. En ik zal daar heel veel mensen mee kwetsen. Dat ik al die... Marvel films nooit heb gesnapt. Nooit heb gesnapt. Wel gekeken. Oh, dit is die sirene trouwens. Oh, er wordt geschoten, er wordt geschoten. Er wordt dus op dit moment een iemand ontvoerd. En er wordt ook geschoten. Ja, voertuig gaat er vandoor, voertuig gaat er vandoor. Kan ik hier doorheen? Ja, zeker kan ik hier doorheen. Ja, de schrijnen is dus iets te zacht. Iets te zacht en... Of nee, niet te zacht, iets te langzaam. Maar... het idee is dus wel dat de B-klasse sirene langzamer is. Voertuig in zicht. Stop voor sedan. Voertuig gaat er vandoor. Maar dus ik heb al die films wel gezien, maar nooit gesnapt. En de volgorde en welke films ik nou allemaal moest kijken om bijvoorbeeld... Ja, hoe het allemaal zit en zo. Ik snap het oprecht niet. Iemand wordt niet aangereden. Voertuig knalt wel tegen een muurtje aan. Voertuig wordt klem gezet door mij en een omstander. Heel goed, heel goed, heel goed. Oh wacht, er werd geschoten. Hè. Uitstappen. 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 Wat zeg ik nou? Stap uit met je handen omhoog. Oh, die was mis. Laat je handen zien. Ik kan niet meer richten. Ik wil geen rare bewegingen zien bij hem. Kom op. Staan blijven. C achtervolging te voet. Ga energies erbij. Crash je niet? Nee. Kom op. Staan blijven nu. Pot non de jukes. Zoals we dat hier zeggen. Wat komt daar links nog maar aan? Oh. ProRail, hè? Huh? Denken jullie? Ja, dat komt nog. Hey, dat die man is gewoon sneller dan Wim. Dat kan toch niet? Ja, nu gaat hij op zijn smoel. Kom op, staan blijven. Een vuurwapen is op je gericht. Bij elke verdachte beweging wordt geschoten. En dat had ik al lang moeten doen. Dat heb ik ook gedaan trouwens. Ik vind het ook knap dat hij met een schotwond in zijn voet kan... of in zijn been kan rennen. Graag het transportje voor deze beste meneer. Return to the victim. Daar zat helemaal niemand in, toch? Shit. Oké, wacht even. Ik zie iets op de kaart. Ah, dat is dat. Ik dacht al, er komt dadelijk iemand op mij af die deze beste meneer gaat rennen. Of redden. Ah, dus als ik het zo zie... Is de verdachte... Is de verdachte er vandoor gegaan. Of, ja, de verdachte is er vandoor gegaan, deze beste man. Met een vuurwapen en een mes. Maar zonder slachtoffer. Hij heeft wel een hoe heet het, blijkbaar een vergunning voor vuurwapens. Schijnt transportje deze kant op en een beetje snel ook, Audi, want we hebben nog steeds slachtoffer die of in paniek rond zit te rennen op straat. Of gewoon half dood is. Of dood is. Ja, je weet het niet, er werd geschoten namelijk. Stalen moeten we daar nog gaan reanimeren ofzo. De weg wordt hier bijna vrijgegeven als die takelwagen opschiet. Ik laat hem even wat dichterbij spawnen. Daar komt hij. Hold down. Ha. Oh shit, ja, dan spant hij onder mij. Oké. Okay. Maar... Goed. Omdat we nog steeds niet weten hoe het met ons slachtoffer gaat, gaan we daar ook even prio 1 naartoe.
Hoor je nu? Dat is dus, dit is een normale politie sirene. Veel zachter. Ietsje sneller. Nee, wacht. Ik ben hier over het slachtoffer dan heen gereden. Als, of er langs gereden. Ik ben hier in ieder geval doorheen gescheurd. Wow, hij is verdwenen. Hij stond hier net nog, toch? Huh? Hij stond hier net. Maar goed. Oké. Nou goed, als de melding is afgerond, dan is de melding afgerond. Zo, daar vloog er ook een voorbij, hoor. Het is toch een melding hebben, prio 2, en daar maak ik lekker een prio 1'tje van. Oh shit. En daar moeten we ook echt heen. Daar is mogelijk een moord gepleegd hier. Om het hoekje. Wat gaan we doen? Taco truck. Dat was een gestolen auto trouwens die daar langs vloog. Ik ben lekker aan het rijden hier. Ik dacht dat ik iets had opgestoken van die rijtraining. Staat nog iemand bij? Oké, ik wil hem wel heel goed in de gaten houden. Ik wil geen rare dingen bij hem zien. Deze is zeker vermoord. Ik wil heel graag een ambulance met spoed deze kant op. Goedendag meneer, wat is hier gebeurd? Er is een moord gepleegd. De moordenaar is gevlucht. Ja, ze zijn onderweg. Heeft u iets qua informatie van het voertuig? Oeh, dat is een adder. Dat is een Bugatti Veyron. Met kenteken en al staat erbij. Dankjewel voor de informatie hoor. Dat is verhoord. Ik wil graag met spoed een eentje erbij. En eenheden voor een mogelijke persoon overleden. Wat ik ga doen. Deze knop is het geloof ik. Nee, niet over mijn slachtoffer heen rijden. Ben je helemaal koekwous jongen. De brandweer en de ambulance en ProRail, what the fuck, die komen hier naartoe. Voor de sirene. De verdachte rijdt in een auto. Ja, de verdachte rijdt in een auto, dankjewel, dat had ik al. Hulpdiensten zijn te plaatsen, dus voor de reanimatie. Ambulance neemt de rea over. Mijn collega, die hier staat, die gaat meteen, of mijn collega's, die gaan het hier verder afhandelen, ook al ben ik eerst te plaatsen en zo. En wij gaan meteen naar die adder zoeken. Er wordt inderdaad gereanimeerd. Maar er is dus, wat ik al zei, waarschijnlijk geschoten of iets. Dat zeggende gaan we dus wel even... Kan die kofferbak open? Jazeker. Dus wel even kogelwerend vest aantrekken. Wat een... geluiden hier allemaal. Oké, wat hebben we dus? Of waar gaat hij heen? Oh, hij komt hier op af. Oké. We gaan dus prio 1, maar zonder blauw-blauw en zo. Of ja, eigenlijk dus gewoon super snel. Na die verdachte. En dan gaan we een beetje ver uitvoeren met een adder. Ik vrees dat mijn voertuig op dit moment niet gaan aantreffen. Qua kenteken is alles al bekend van het voertuig. Dus ze hebben mij
Of ze hebben wel een huisadres opgegeven, maar dat zou dan dit huis moeten zijn. Hier zie ik geen adder staan. Ik denk dat we vandaag geen succes hebben met de adder te vinden. En wellicht in de verdere toekomst dat we die wel gaan vinden. En tot duidelijker wordt waar het voertuig uithangt. En ik zie hier overheen kijken of hier niet gewoon een adder in de tuin staat of zo. Ze weten maar nooit met LSPD hier waar. Nee. Ik vrees dat we voertuig niet meer gaan aantreffen. En wat ik ga doen. Ik ga gewoon even wachten of er nog meer informatie binnenkomt. Dus ik zie jullie zo meteen. Zo meteen snel naar links en hopelijk treffen we hem daar. Kijk eens hier. Van achter gaat er vandoor, gaat er vandoor. Uitstappen, handen laten zien. Handen omhoog doen. Heel goed. Liggen. Collega Vierlijnen. Denk eraan. Ik mijn fout hoor, maar het kwam niet. Het kwam even niet anders uit. Oké, OC, eenmaal aanhoudingen, alles onder controle hier. Geen gewonden verder buiten het slachtoffer natuurlijk. Na het transportje deze kant op voor meneer en een takelwagen voor de auto. En ik ga jullie allemaal bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie een hele leuke video vonden. Span mijn video. En ik zie jullie graag over een paar dagen bij een nieuwe video. Wat gaat dat zijn? Een roleplay video. En iets helemaal nieuws en een dikke primeur wat betreft een video. Dus heel bijzonder. Tot dan.